Welkom bij de HD Video Review van de Dreambox DM7020 HD. De DM7020 HD moet als twintuner het gat vullen dat Dream Multimedia lange tijd tussen de 800 SE en de 8000 liet liggen. De DM7020 HD is mooi verpakt. De afstandsbediening is duidelijk van hoge kwaliteit. De matzwarte afwerking en chrome biesjes geven een luxueuze indruk. De knopjes zijn logisch ingedeeld en de afstandsbediening beschikt ook over een leerfunctie voor de tv. Verder treffen we in de doos nog een USB wifi stick aan, een netvoedingskabeltje, de HDMI kabel voor het aansluiten van de tv en natuurlijk de batterijen voor de afstandsbediening. Ook levert Dream Multimedia een verkorte gebruiksaanwijzing met VIP-kaart voor een speciale website mee. De normale gebruiksaanwijzing is alleen in de Engelse en Duitse talen uitgevoerd. Het is een flink boekwerk en het is volledig in kleur geïllustreerd. Aan de zwart glimmende voorzijde treffen we een klepje met magneetslot aan. Achter het klepje twee vrij zinloze CI-sloten, twee kaartlezers en een USB 2.0 aansluiting. Verder nog de channel up en down toetsen, standby toets en tot slot het vrij grote witte OLED display. De DM7020 HD is aan de boven, onder en aan de beide zijkanten van voldoende ventilatiesleuven voorzien. Op de achterzijde van links naar rechts de aan- en uitschakelaar, de netvoedingsaansluiting, eSATA, serviceaansluiting, SCART, de analoge audio-uitgang, composiet video, optische digitale audio-uitgang, HDMI voor naar de tv, Ethernet, 2x USB 2.0, een modemaansluiting en tot slot de beide standaard ingebouwde tuners. In dit geval een DVB-C NT combo tuner en een DVB-S2 tuner. De DM7020 HD is verder uitstekend afgewerkt. Als we de receiver van binnen bekijken, valt direct de vrij forse voeding op. Links naast de voeding de inbouwplaats voor de harde schijf. Even de vier bijgeleverde rubbertjes aanbrengen, de harde schijf in de slede schuiven, schroefjes aandraaien en je bent klaar. Uiteraard is de standaard gebruiksomgeving van de DM7020 HD het welbekende Enigma 2, dat volledig door Dream Multimedia zelf ontwikkeld is. Het menu kan ingesteld worden op de Nederlandse taal. Je wordt na het opstarten begeleid bij het instellen van de meest essentiële zaken. Ook de satelliet, digitenne of kabelconfiguratie spreekt redelijk voor zich. Het is op de kabel wel even zoeken naar de juiste frequenties, maar met wat hulp van het internet is ook dat goed te doen. Na het doorlopen van de wizard is Enigma 2 in principe klaar voor gebruik. Alhoewel je met standaard image van Dream Multimedia en een paar plugins al prima uit de voeten kunt, raden wij het gebruik van een alternatieve image aan. Deze images bieden vaak meer functionaliteit en gebruiksgemak. Er zijn inmiddels voor de DM7020 HD al diverse smaken. Zo is er al een image van Nunigma, OpenPli, Ozone en een installatieplugin van Gemini. Vooral voor de onervaren Dreambox gebruiker is de image van OpenPli een echte aanrader. De keuze voor de image is erg persoonlijk. Allemaal bieden ze hun eigen unieke extra's. In de laatste image van Dream Multimedia zit een nieuwe functie. De blind scan zoekt als het ware blind naar nieuwe zenders. Dit werkt niet op basis van een database, maar er wordt echt blind gezocht naar nieuwe transponders en deze worden vervolgens gescand naar nieuwe zenders. De blind scan functie werkt uitstekend, maar wordt ondertussen nog flink verbeterd. De DM7020 HD is eigenlijk een DM8000, maar dan zonder de twee vast ingebouwde DVB-S-tuners en zonder de DVB-inbouwvoorbereiding. Na lange tijd van geruchten, roemloze afbeeldingen op het internet en vele discussies tussen Dream Multimedia voor- en tegenstanders hebben ze toch maar weer even geflikt. De DM7020 HD is wat ons betreft uitstekend geslaagd en het wachten waard geweest. Wil je meer lezen over de DM7020 HD en onze review? Kijk dan op zatvooral.com.